Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze VFB-partner-webinar in samenwerking met uh, Vectorvest. Dus deze avond gaan we eens luisteren naar uh, Tom van Nooyen over wat is juist Vectorvest, hoe kan je dat gebruiken, en we gaan ook, hè, als ik het goed begrepen heb, gaan we horen over een heel interessant RS-aandeel. Wat dat wil zeggen, uh, dat gaat uh, Tom van Nooyen uh, brengen. Uh, Tom is eigenlijk al sinds 2015 bezig met uh, VectorVest, met VectorVest België. Hij doet workshops hè, um, in België, maar ook in Nederland. En hij is ook een spreker op de internationale uh, webinars, webcasts van VectorVest. Tom, klopt dat ongeveer wat ik vertel? Dat is uh, helemaal juist, Tim. <laughs> voilà. Uh, ik ben altijd heel benieuwd. Uh, ik leer elke keer een klein beetje bij over VectorVest en over een aandeel. Dus ik zou zeggen, aan u het woord. Oké, okay, super. Dank u wel, Tim, uh, voor deze introductie. Dank wel iedereen ook om aanwezig te zijn en uh, welkom op deze webinar van Vectovest. Allereerst dank aan de mensen van de VFB die ervoor gezorgd hebben dus dat ik vanavond deze webinar voor alle VFB-leden mag presenteren. Bijzondere dank aan Ben, Inge en Tim. Mijn naam is dus Tom van Nooijen. Uh, ik hoef me eigenlijk niet meer voor te stellen, want dat heeft uh, Tim uh, net gedaan. Ik ben destijds zelf begonnen als abonnee bij uh, VectorVest februari 2013. En ik heb dus van mijn hobby mijn job kunnen maken, zeg maar mijn passie, uh, bij VectorVest. Nu, wat gaan we vandaag doen? Dit is de agenda. Allereerst een korte inleiding, wat is VectorVest? De meesten onder u zullen dat ondertussen wel weten, dus ik hou dat gedeelte zeer kort. En ik laat u ook zien, toch belangrijk om de webinar te kunnen volgen, hoe VectorVest aandelen analyseert. U kon op voorhand uw vragen over VectorVest doormelen. Aan de hand van een selectie van die vragen krijgen we als het ware een trek uh, door VectorVest. Wat drijft de markten volgens Factorvist? Drie zaken volgens ons, en we gaan hier dieper op in en we bespreken de huidige situatie. U maakt kennis met een aandeel met uitstekende fundamentals. Het aandeel um, scoort sinds 2006 zeer goed, tot uitstekend op onze, als ik het zelf mag zeggen, ijzersterke fundamentele indicator, de Relative Safety, kort gezegd de RS. Wel, sinds 2006 is dit bedrijf, dit aandeel, met 1776% gestegen, terwijl in dezelfde periode de S&P met 353% is gestegen. U verwacht dan misschien een hip technologie-aandeel? Wel, in tegendeel. Het bedrijf komt, noteert, in een vrij defensieve sector en u verneemt er vandaag alles over. Ten slotte gaan we het hebben over vijf kwaliteitsaandelen. Vijf aandelen die meer dan tien jaar uitstekend scoren op onze Relative Safety Indicator. Vijf aandelen die een hoge winstgevendheid hebben, een hoge return on equity, een hoge return on invested capital, een mooi gestaag stijgende omzetgroei. Bedrijven die een sterk concurrentieel voordeel hebben. We sluiten de webinar af met een exclusief aanbod enkel en alleen voor VFB-abonnees. Goed, wat is Vectorvest? Wel, Vectorvest is dus Amerikaanse beleggingssoftware die fundamentele en technische analyse combineert. Beide combineren is volgens ons een must om succesvol te beleggen. Wij volgen wereldwijd 16.500 aandelen en ik zeg altijd: het is onbegonnen werk om die aandelen zelf te gaan analyseren. Daarom werken we met eigen indicatoren heel eenvoudig te begrijpen op een schaal van 0 tot 2 ieder aandeel krijgt ten allen tijde een aanbeveling buy hold op cel. Wanneer springt een aandeel op cel? Als het door de stoplos gaat. En de stoploss is een combinatie van fundamentele en technische analyse. Nu, hoe analyseert VectorVest aandelen? VectorVest bevat deels de traditionele fundamentele analyse. Niet alles zit erin, maar een heel aantal fundamentele analyses, de net profit margin, alles met betrekking tot uh, earnings met omzet, price-to-sales ratio enzovoort, Kan u terugvinden in VectorVest. VectorVest heeft er destijds voor gekozen om de elf meest populaire technische indicatoren om die te integreren in VectorVest. Denk maar aan MACD, RSI, Sport Resistance, Average True Range, DPO's, enzovoort. En nu we hebben we dus 16.500 aandelen. Maar om die makkelijker en sneller te kunnen analyseren, werken we dus met eigen indicatoren. Het zijn twee indicatoren op basis van fundamentele, twee indicatoren op basis van technische analyse. Ik ga je die vier indicatoren uitleggen en ik gebruik het aandeel AutoZone als voorbeeld. AutoZone is een toonaangevende retailer en distributeur van vervangingsonderdelen, producten en accessoires van auto's. Het is een bedrijf dat is opgericht in 1979. Het bedrijf telt vandaag bijna 7200 winkels in de US, Mexico en Brazilië. De huidige marktkapitalisatie bedraagt 51 miljard dollar en AutoZone heeft een mooi gestaag stijgende omzet. U gaat dat zo dadelijk zien. Het is dus onbegonnen werk om duizenden aandelen zelf te gaan analyseren. Daarom werken we dus met eigen indicatoren. Die eigen indicatoren zijn heel eenvoudig te begrijpen op een schaal van 0 tot 2. Hoe hoger, des te beter. Dat maakt stel ervoor dat je een belegger bent die vooral technisch achtergrond hebt, maar je kent weinig of niets van fundamentele analyse. Ook dan kan u makkelijk met Vectovest aan de slag. Of omgekeerd. U bent vooral een fundamenteel belegger, u kent weinig van technische analyse, wel, wij hebben twee technische indicatoren die heel eenvoudig te begrijpen zijn. Onze eerste indicator is een fundamentele indicator en die heet relative value. Relative value, de afkorting is RV. Wat geeft die weer eigenlijk heel eenvoudig? Het lange termijn koekspotentieel van een bedrijf. En dit wordt berekend op basis van de verwachte winstgroei. We zien hier een grafiek op 15 jaar van AutoZone. AutoZone is in die 15 jaar gestegen van 146 dollar toen naar 3083 dollar vandaag. Als we eens gaan kijken, wat zegt het verleden? Ik zeg altijd tegen mijn abonnees, ga niet zomaar kijken naar het aandeel met de hoogste value vandaag, nee, ga ook naar het recente verleden kijken, de afgelopen jaren. In dit geval ziet u een grafiek van 15 jaar, de afgelopen 15 jaar. En wat zie ik dan? 15 jaar geleden had dit aandeel een relative value van 1,55. Dat was toen schitterend. 1,55 is extreem hoog. Eigenlijk moet je die relative value bekijken als volgt. 1,20 zeer goed, 1,40 uitstekend. En wat zien we? In die 15 jaar hebben we uiteindelijk maar twee diepjes gekend. Hier in 2011, hier eind 2017 en dan heel kort in het uh, coronajaar. Op de drie diepjes na heeft AutoZone altijd een mooie relative value gehad, een mooi lange termijn koekspotentieel. En als u denkt als een aandeel op 15 jaar is gestegen van 150 naar 3000 dollar, dan denkt u het vet zal wel van de soep zijn, wel, we zien vandaag dat het aandeel nog steeds aanzienlijk onderwaardeerd is als ook een mooi lange termijn koekspotentieel heeft, zoals u hier kan zien, 1,42. U vraagt zich misschien af, tja, af en toe gaat die relative value zo naar beneden, af en toe stijgt die. Hoe komt dat? Wel, de relative value die gaat hand in hand met de GRT. De GRT heb ik hier aangeduid en die ziet u hier onderaan. De GRT is de verwachte winstgroei. Dat is dus de verwachte winstgroei van een bedrijf voor de komende 1 à 3 jaar uitgedrukt in percentage per jaar. En wat zien we hier? 2017, de relative value daalt. Dat komt omdat de, relative, uh, omdat de verwachte winstgroei ook dalende was. Corona, heel veel onzekerheid. De relative value daalt omdat de verwachte winstgroei serieus onderuit ging. Stijgt de verwachte winstgroei, dan gaat de relative value ook stijgen. Een tweede en misschien wel de allerbelangrijkste indicator, die heet Relative Safety. De relative Safety bestaat ook op basis, is een fundamentele indicator, en die bestaat uit volgende componenten. Relative Safety houdt rekening met de debt-to-equity, de schuldgraad van een bedrijf, bedrijven met weinig schulden. Gaan sowieso een hogere relative safety hebben. Wat bedrijven met een hoge relative safety gemeen hebben, is dat ze een mooi stijgende omzetgroei hebben. Vaak een organische omzetgroei. We kijken naar de historiek van een bedrijf en naar de marktkapitalisatie. We kijken naar de dividendpolitiek van een bedrijf. Veel beleggers staan zich helaas blind op een hoge dividend yield. Wij kijken eerder naar de combinatie van yield, maar vooral de payout ratio en de verwachte groei van het dividend. Als een bedrijf 10 dollar winst maakt, er blijft 2 dollar wordt uitgekeerd in de vorm van een dividend, dan blijft er 8 dollar in het bedrijf om overnames te doen om verder te investeren. Dus hoge relatief safety bedrijven zijn bedrijven die heel vaak, niet altijd, maar heel vaak een dividend uitkeren. Met een lage payout ratio en een, ja, een dividend dat elk jaar in jaar uitstijgt. Maar het allerbelangrijkste bij de relative safety zijn de kwartaalresultaten. En wat moet het doel zijn van ieder belegger? Dat moet beter doen dan de index, dan de SP500. Dat is de, uiteindelijk de, de challenge die we allemaal als belegger hebben. Dat is natuurlijk niet evident. Beter doen dan de SP500. Daarom. Kijk naar de relative safety. De relative safety, gaat u straks zien, heeft een uitstekend trackrecord als het aankomt op het kloppen van de S&P 500. Hoe komt dat nu? Wel, we kijken enorm naar de kwartaalresultaten. En we kijken eigenlijk naar het verleden. Ik zeg niet voor niks altijd, winners keep winning en losers keep losing. Bedrijven met een hoge relatief safety die hebben de goede gewoonte om bijna keer op keer beter te doen dan wat analisten verwachten. U heeft AutoZone gezien. Als een bedrijf op 15 jaar stijgt van 150 naar 3000 dollar, dan ligt die lat van de analisten vaak vrij hoog. En toch slaagt AutoZone er keer op keer in om beter te doen dan die analisten. Bedrijven die keer op keer beter doen dan. Hoge spannen verwachtingen van analisten, dat soort bedrijven, die krijgen een hoge relative safety. Je kan als bedrijf één keer onder de lat gaan bij het rapporteren van kwartaalresultaten. Maar als dat twee keer achter elkaar gaat, dan ga je de relative safety echt aanzienlijk zien dalen. Hoe moet je de relative safety nu beoordelen? Wel, op een schaal van 0 tot 2, en ik zeg eigenlijk altijd tegen mijn abonnees... Mijd alles tot 1,19. Ja, ik weet het. Vanaf 1,10 tot 1,19 is het goed. Maar u gaat beter vanaf, vanaf 1,20. 1,20 tot 1,40 zeer goed. Vanaf 1,40 uitstekend. Hetzelfde piek die relative safety boven de 1,50. We zien hier AutoZone op 15 jaar. En onderaan ziet u onze relative safety. De groene horizontale lijn die ik hier zelf heb getrokken, dat is 1.20. Vanaf 1.20 is de relative safety zeer goed, vanaf 1.40 uitstekend. Wat zien wij? 15 jaar geleden hadden we een relative safety van 1.34. Al die jaren blijft dat meestal boven de 1.20 op twee diepjes na. 2017. Ik vertel zo dadelijk wat daar dat jaar gebeurd is. En corona, dan moet ik natuurlijk niet vertellen wat er in 2020 aan de hand is gebeurd. Voor de rest heeft AutoZone bijna immer een relative safety van hoger dan 1,20. Hoe is die relative safety nu opgebouwd? We kijken vooral ook naar de omzetgroei. Bedrijven met een sterke omzetgroei gaan beter scoren op relative safety. U ziet bij AutoZone jaar in jaar uit een gestaag stijgende omzetgroei. Wat u ook kan zien is dat de laatste vijf jaar de omzet wel een versnelling hoger is gegaan. De omzet steeg van 11,4 miljard vijf jaar geleden naar 18,4 miljard nu. Dat is een stijging van ruim 10% compound annual growth rate. We kijken voor de relative safety ook naar de marktkapitalisatie. Ik heb alle bedrijven uit de retail parts sector Opgeleid, gesorteerd op marktkapitalisatie. En AutoZone staat daar op de tweede plaats, 52 miljard dollar. Dus een serieus aanzienlijk groot bedrijf. Het bedrijf keert geen dividend uit. Dat is een beetje atypisch, zou u dan denken? Ja en nee. Inderdaad, is het atypisch dat een hoog relatief safety-bedrijf dat dat geen dividend uitkeert. Maar er is een maar. AutoZone creëert aandeelhouderswaarde op een andere manier. Door zeer agressief eigen aandelen in te kopen. Dit jaar raakte op uh, 19 april bekend, dit komt uit uh, de investor relation page van de website van Autozone, op 19 april maakten ze bekend dat er nog eens een bijkomende anderhalf miljard werd vrijgemaakt om aandelen in te kopen die Autozone vervolgens gaat vernietigen. En hier ziet, dit, ziet u wat dit in het verleden heeft opgeleverd. In 2009 waren er nog 53 miljoen uitstaande aandelen. Nu, anno 2024, is dat gedaald tot slechts 17 miljoen uitstaande aandelen. Dat betekent dat in 15 jaar AutoZone 70%, bijna 70% van alle uitstaande aandelen heeft opgekocht. Dat creëert natuurlijk aandeelhouderswaarde. Het werkt niet alleen koersondersteunend. Maar ook de winst moet steeds over minder en minder aandelen worden verdeeld. Heel belangrijk voor de relative safety zijn natuurlijk de kwartaalresultaten. Als we gaan kijken naar de earnings history van Autozone, dan zien we dat Autozone de laatste twintig keer dat het bedrijf heeft gerapporteerd, slechts één keer onder de lat is gegaan. Hier ziet u in het blauw de eigenlijke earnings van Autozone. En in het zwart, dat zijn de estimates, dus de verwachtingen van analisten. Wat zien we sinds het vierde kwartaal van 2018, dus dat is eigenlijk zes jaar geleden, in 24 keer dat Autozone heeft gerapporteerd, zijn ze slechts één keer onder de lat gegaan. Nu, wat ik er wel moet bij zeggen, die ene keer dat ze onder de lat zijn gegaan, dat was de laatste keer. Dus dat is wel een aandachtspunt voor mezelf: van oké, okay, was dat nu ene keer? Dat dat is gebeurd in zes jaar, kan gebeuren, maar dat mag natuurlijk geen twee keer uh, gebeuren. Tot zover onze twee eigen fundamentele indica indicatoren. En we hebben ook twee technische indicatoren. Ik kan daar eigenlijk heel snel doorgaan. De eerste die heet relative timing. Relative timing, wat geeft dat weer op een schaal van 0 tot 2? Heel eenvoudig het korte termijn momentum. Ik had u daar net gezegd dat er in 2017 iets is gebeurd met AutoZone. Wel, niet alleen met AutoZone, eigenlijk met alle bedrijven in deze sector. Al die bedrijven hadden één ding gemeen. Dat is dat ze in 2017, toen er niet veel aan de hand was op de beurs, hebben ze allemaal een klap gekregen. In AutoZone daalde van 800 naar 500 dollar. Wat is er hier gebeurd? Wel, Amazon heeft toen aangekondigd dat ze, u raadt het al, ook auto-onderdelen ging verkopen. Ganse paniek in sector. Gans, uh, gans de sector in paniek. <laughs> gans de sector in paniek. Veel aandeelhouders in paniek. Hoeks zwaar onderuit. Het bleek echter loos alarm, want ondertussen is AutoZone sinds 2017 gestegen van 500 naar 3000 dollar vandaag. Maar u zag het: AutoZone serieus onderuit gegaan. Wat leert nu de relative timing ons? De relative timing, het korte termijn momentum. U ziet, hier begint auto zo een beetje af te kalven. Vanaf toen begon de relative timing ook af te brokkelen. En we zien hier van medio februari 2017 tot begin september 2017 is de relative timing onafgebroken onder de 1 gegaan. Vector zegt altijd koop stijgende aandelen in stijgende markten. Van zodra een aandeel serieus begint te dalen, blijft u er als. U koopt geen dalende aandelen. U neemt een afwachtende houding aan, want net als bij beurscorrecties, je kunt nooit weten of het een ronde correctie van 10%, een berenmarkt van 20% of een crash van 40% Als u aandelen wenst te kopen, wacht u tot de relative timing terug begint aan te trekken en idealiter tot de relative timing terug boven de 1 gaat naast de relative timing, hetgeen dus korte termijn momentum is, hebben we ook de comfort index. De comfort index is ook een technische indicator op een schaal van 0 tot 2, maar dit is echt technische analyse op lange termijn. Als een aandeel na een daling een vrij snel rebounds en dat patroon wordt keer op keer herhaald, dan ga je met vertraging de comfort index zien uitbreken. Bijvoorbeeld 2012 was een heel mooi jaar voor Autozone. Wat zien we hier gebeuren? Daling, nieuwe high. Daling, nieuwe high. Nieuwe high. Nieuwe high. Als een aandeel dat patroon vertoont, dan gaat u zien dat met vertraging de comfort index uitbreekt. Dus je ziet dat is hier al maanden bezig dat er telkens hogere lows en hogere highs worden neergezet. Uiteindelijk gaat die comfort-index uitbreken. Comfort-index is eigenlijk een zeer handige indicator voor trendbeleggers. U gaat niet korte termijn high-momentum stocks gaan. U gaat echt voor bedrijven in een stijgende trend daarin beleggen. Dan is de comfort-index echt wel een zeer handige indicator. Tot zover ja, de vier indicatoren waarmee VectorVest aandelen analyseert. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. De trektocht door Vectovest plus de QA. En eigenlijk is mijn opzet zo: u kon op voorhand uw vragen insturen. En door die vragen ja, komen er eigenlijk verschillende aspecten van uh, Vectovest aan bod. Een eerste vraag komt van uh, Rick. Rick schrijft: Beste Tom, best wel dank voor het aanbieden van de webinar. Vectovest blijft me boeien en intrigeren. Ik heb toch twee vragen. Ik moet erbij zeggen, toen ik de mail van Rick uh, zag binnenkomen, Rick rinkelde onmiddellijk een belletje. Want uw achternaam heb ik natuurlijk verwijderd wegens privacyredenen. Maar ik ken u natuurlijk nog. U werd volgens mij in het voorjaar van 2017 abonnee. Ik denk dat u een jaartje of twee, drie uh, abonnee bent gebleven en dat u dan uh, bent gestopt. Maar ik was dus aangenaam verrast om uh, een mail van u te mogen ontvangen. En de mail van Rick die gaat als volgt. In je beschrijving van de waarde van VectorVist leg je sterk de nadruk op de Relative Safety als betekenisvolle indicator. Toch zien we dat VectorVist zijn aankoopaanbevelingen het meest baseert op momentum indicator. Hoe gaan we hier best mee om? Wel, vermits u het heeft uh, over aankoopaanbevelingen. Ga ik u even eerst laten zien hoe, komt, hoe krijgt een aandeel een aanbeveling een buy bijvoorbeeld hè? want we hebben dus buy, hold of sell. Ik ga even terug autozone erbij nemen. Um, voilà. Bovenaan ziet u de aanbeveling groen met base buy, wit met H is hold en rood met s. En dat is hier de laatste twee jaar is die niet tevoorschijn gekomen. Rood met s dat is een sell. Nu we kregen. Dit jaar op 22 februari kregen we een buy. Kijk goed, de dag ervoor, 21 februari hadden we een hold. 22 februari hadden we een buy. Nu alvorens de vraag van Rick te kunnen beantwoorden, ben ik verplicht van even uit te leggen hoe krijgt of wanneer krijgt een aandeel een buy? Want dan moet er aan vier voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde is de relative timing. Het momentum, het korte termijn momentum dus, moet hoger zijn dan 1. Dat is hier het geval. De VST moet hoger zijn dan 1. Wat is de VST? VST staat voor value van relative value, S van safety en T van timing. Het is dus de master indicator. Ik heb daar net uitgelegd relative value. Relative safety, relative timing en comfortindex, maar we hebben nog een vijfde en een laatste, en dat is de VST. Dat is de masterindicator. Een tweede voorwaarde om een buy te krijgen is, de VST moet hoger zijn dan 1. Een derde voorwaarde om van hold naar buy te gaan, is, de koers moet hoger zijn dan de stoploss. Wat de stoploss is, hoe dat die wordt berekend, dat komt straks terug in een andere vraag van een ander uh, geïnteresseerde. Maar de stoplos, hier, ieder aandeel heeft dus een stoploss. De koeks moet om een by te krijgen, moet de koeks hoger zijn dan de stoploss. Dat ziet u hier, dat is duidelijk het geval. Het is ook logisch dat de koeks hoger is dan de stoploss. Want als de koeks lager is dan de stoplos, ja, dan staat een aandeel op cel. En een vierde voorbeeld, een vierde voorwaarde om een by te krijgen, dat is dat de koeks sterker moet stijgen dan de stoploss. Wat is er nu op 21 februari? Toen hadden we een hold. En 22 februari hadden we een buy. Wat is er die dag gebeurd? De, de koers is gestegen met 29 dollar. Kijk, we gaan van 27,29 naar 27,58. De koers stijgt in één dag met 29 dollar. Kijk nu wat is er met de stoploss gebeurd: de stoploss is gestegen van. 25,41 naar 25,51. Toplos stijgt met 10 dollar. De koeks stijgt met 29 dollar. De vierde voorwaarde om tot een buy te krijgen, en dat is hier dus gebeurd, is de koeks moet sterker stijgen dan de stoplos. Nu, om tot uw vraag te komen: ik. wat zien we nu? AutoZone heeft uitstekende fundamentals: hoge relative value, hoge relative safety. Bedrijven met uitstekende fundamentals die gaan vlugger op baai springen dan zodra het momentum lichtjes positief wordt. Dus het korte termijn momentum op een schaal van 0 tot 2, zodra dat, dat momentum een beetje stijgt, gaan die topbedrijven gaan die heel snel op baai springen. Ik heb een ander voorbeeld. Ik heb een bedrijf ook opgezocht met zwakke fundamentals. Een bedrijf dat afgelopen maand bijzonder sterk is gestegen. Pikker is AZ, A2Z Smart Technology. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. U ziet hier, dit is de koers op zes maanden. We zien dat afgelopen week, dit is 8 oktober, dus vier handelsdagen geleden, hadden we een koers van 1,93. Vandaag zitten we aan 2,95. Dus die koers is met, wow, wat zal het zijn, 45% gestegen. En toch staat dat aandeel niet op buy. Dat aandeel gaat hier compleet door het tak. Er zijn niet veel aandelen die op vier dagen met 45% stijgen. En toch staat het aandeel niet op buy. Hoe komt dat? Kijk naar de relative value, het lange termijn koerspotentieel. Uitermate zwak, 0,24. Kijk naar de relative safety, de fundamentals, 0,38. Uitermate zwak. Ja, de relative timing noteert bijzonder hoog, ook de VST is hoog, maar bedrijven met zwakke fundamentals, en dat is effectief het geval, het is een bedrijf dat verlieslatend is. Een verlieslatend bedrijf. Zwakke relative value, zwakke relative safety. Bedrijven met zwakke fundamentals, die gaan dus niet vlug op buy springen. En toch moet ik erbij zeggen, het kan gebeuren. Het kan gebeuren dat er bedrijven zijn met zwakke fundamentals die toch een buy krijgen en dat op hetzelfde moment een bedrijf met uitstekende fundamentals op hold staat. Ik zeg dan ook altijd: staar u niet blind puur op die buy. Hold op cel. Ik krijg bijvoorbeeld vaak de vraag van abonnees van: weet Tom, laat mij zien welke aandelen springen vandaag van Hold naar Buy." Maar voor mij is dat niet zo belangrijk. Waarom zou u per se een aandeel willen kopen dat vandaag van Hold naar Buy gaat? Want een aandeel dat al maanden, misschien afgelopen twee jaar, bijna voortdurend op Buy heeft gestaan. En op hold, maar nooit op cel. Misschien is dat wel een veel interessanter aandeel. Kijk vooral naar de fundamentals. AutoZone staat vandaag op hold, maar heeft wel uitstekende fundamentals. De relative timing zit nipt onder de 1. Maar goed, beste Rick, het is misschien uh, tijd om uit de biecht te klappen. Ik heb u tussentijds leden kennen uh, in Gent, de workshops in Gent. U schrijft dat ik vooral de nadruk leg op relative safety, terwijl dat Vectorist veel belang hecht aan het momentum indicator relative timing. Ik heb een beetje een andere aanpak dan de collega's uh, in de US, dat klopt. En een paar jaar geleden wou USA een gesprek met mij. Uh, ik was benieuwd. Eerlijk gezegd was ik ook wel een beetje nerveus. Nu die nerveusheid, dat bleek nergens voor nodig. Uh, Vectorvist is wereldwijd actief en uit onze call bleek en kwam ik te weten dat er nergens ter wereld zoveel abonnees overschakelen van een proefabonnement naar een vast abonnement als in België. Natuurlijk, Amerika is veel groter als België. Amerika telt dus ook veel meer abonnees als België. Dat is ook logisch. Maar nergens ter wereld blijven blijkbaar abonnees zo trouw aan Vector West als in België. En Vectorvest wou dan eigenlijk wel eens weten wat mijn aanpak is tijdens de workshops. Want ze kunnen mijn webinars wel volgen. Ja, goed. Amerikanen verstaan natuurlijk uh, mijn... Allee, het hetgeen ik zeg. De Nederlandse taal verstaan ze natuurlijk uh, niet. Ik heb dan ook eerlijk gezegd van, kijk, je gaat het misschien niet leuk vinden, maar ik heb toch een iets andere aanpak dan jullie. En dat is eigenlijk vooral... Door het soort beleggers dat er in België is en vooral door het, het taxsysteem waarmee we in België worden geconfronteerd. Omdat we met die hoge burstax zitten. Mijn bedoeling als belegger, want uiteindelijk ben ik net als u allen een belegger, mijn bedoeling is zo mooi mogelijk rendement met zo weinig mogelijk transacties. Waarom? 0,35% burstax, dat weegt natuurlijk. Als u veel transacties gaat doen, dat weegt echt op uw rendement. Die beurstax, die kennen ze niet in de US. Dan zitten we ook nog eens met de Belgische brokers. Heel veel transacties doen, dat betekent ook heel veel transactiekosten betalen. Afhankelijk van de broker die u heeft, lopen die kosten op. Terwijl in Amerika heel veel beleggers gratis handelen. In Amerika geen beurstax en geen transactiekosten. De aanpak van Amerikaanse abonnees is vaak anders dan die van Belgische. Die Amerikanen gaan eigenlijk vooral naar high momentum stocks. Dat gaat vaak heel goed, want ze hebben het momentum mee. Vaak zijn dat groeibedrijven met een hoog momentum, maar ook zijn dat vaak bedrijven met niet al te beste fundamentals. Wat zien we dat de aanpak in Amerika is? Het springen op groeibedrijven die echt een sterk momentum hebben. Maar zodra men ziet dat die bedrijven kwartaalresultaten gaan rapporteren, dan gaat men die aandelen verkopen voor het bedrijf kwartaalresultaten rapporteert. De meeste Amerikaanse abonnees die gaan zelden een aandeel gedurende jaren in portefeuille houden. Amerikanen ja, die kunnen dus vooral kopen en verkopen, want het kost hun toch niks aan transactiekosten en aan beursnacks. Ik weet dat, ik zie dat ook aan de webinars van mijn collega's, maar wij hebben eigenlijk een andere aanpak. Mijn aanpak is meer kwaliteitsaandelen voor de lange termijn. Ik weet op zich natuurlijk niet wat mijn abonnees thuis uitsteken, maar de meeste van mijn abonnees ken ik persoonlijk doorheen de jaren, dankzij de workshops. En men praat vaak vrij open tegen mij. Ik denk toch wel dat 90% van mijn abonnees. Voor kwaliteit gaat op lange termijn, waarbij soms wel een klein gedeelte van de portefeuille voorzien is om wat te traden. Maar de meeste zijn dus wel lange termijn uh, beleggers. Dat is dus een andere aanpak van Amerika met degene die ik doe eigenlijk voor uh, mijn abonnees. Het tweede gedeelte van de vraag uh, van Rick is, de relative value en de andere parameters hangen sterk af van de correctheid van de gebruikte data. Welke bronnen gebruikt Vectorvest voor haar data? Kunnen we ook vertrouwen dat deze juist zijn? Of moeten we alvorens een aankoop te doen, toch zelf eerst het huiswerk, de cijfers nog eens checken in de rapportage en verslagen door het bedrijf zelf? Wel, Vectorist koopt al haar data. Vroeger was dat bij Reuters. Tegenwoordig is dat toch al enkele jaren bij Factset nu voor de berekening van de EPS. De EPS gebruiken wij niet de earnings van het laatste kwartaal, nee wij gebruiken een leading 12-month EPS. Vectovist heeft een eigen berekening in het groene boekje. Die leading 12-month EPS, dat zijn de earnings die wij binnen 12 maanden verwachten. Nu de oprichter van Vectovist, Dr. Bartilido heeft een boekje geschreven. Um, en dat is heel leuk materiaal. In de zomer, ik zou zeggen, in een hangmat. Maar het wordt slechter weer. Alhoewel, Tim, woensdag 23 graden, had ik gehoord. Um, maar in de winter, onder een dekentje in de, in de zetel. En iedereen kan dat boekje downloaden. En ook niet-abonnees kunnen dat downloaden. En het enigste dat u moet doen, is surfen naar www.vectovest.be slash groenboekje. www.vectovest.be slash groenboekje. Ik heb erop geklikt. En dan gaat u zien, dat gaat openen. De pdf gaat openen. Dat is vertaald in het Nederlands. Um, als u wilt inladen. hij staat niet alleen in hoe dat we tot de EPS komen. De EPS, de earnings dus, die wij binnen 12 maanden verwachten. Maar de oprichter. Ah, hier is het eindelijk. Dus dat is de inhoudstafel. Uh, er staat bijvoorbeeld ook in hoe de oprichter van vectorvest, Dr. Bartelido komt tot de value, de intrinsieke waarde die hij op een aandeel kleeft. Dus zeer leuk leesmateriaal. Iedereen kan het downloaden: vectorvist.be/slash groenboekje. En Rick, toen u schreef, moeten we zelf ons huiswerk doen? Hoe betrouwbaar zijn deze cijfers? Wel, bij het lezen van uw mail moest ik spontaan aan Gerry denken. Gerry, de man die, net als ik, beeldspraak apprecieert. Het is iemand die alles, hij is iemand die alles fundamenteel uh, ontleedt. En hij had het in het begin een beetje moeilijk met onze eigen indicatoren. En ik zal nooit vergeten wat hij een workshop in Gent, want hij komt ook naar de workshops in Gent, wat hij toen tegen mij heeft gezegd. Hij zei, na veel twijfel in het begin ben ik een heel tevreden abonnee, maar ik heb een akte van vertrouwen moeten geven aan VectorVest. Ik vond dat zo mooi gezegd, een akte van vertrouwen en hij bedoelde daarmee aan die fundamentele indicatoren. Ik had Gerry aangeraden van kijk, als je alles wil dubbelchecken ga dan een eerste selectie maken op basis van Relative Safety, omdat dat parameters zijn waarbij je automatisch bij kwaliteitsaandelen komt. En na die selectie kun je zelf naar de Investor Relation page gaan de kwartaalresultaten desgewenst bekijken en de jaarverslagen uh, desgewenst bekijken. Nu, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden, Rick. Ik heb abonnees die sowieso vertrouwen op onze indicatoren en aan de hand van die indicatoren aandelen gaan selecteren. Of... Mensen als Sherry. Ze maken een eerste selectie op basis van de relative safety en dan gaan ze het verder fundamenteel bekijken. Een volgende vraag komt van Erik. Um, Erik schrijft: Ik heb in maart op de happening in Kinepolis. Uw presentatie bijgewoond. Ik was onder de indruk van die workshop-competitie van jullie, waarbij in 2023 alle vectorvest locaties beter presteerden dan de Amerikaanse index, dus dan de SP 500. Ik woon in Antwerpen, maar ik ben geboren en getogen in geel. Kan je een tussenstand geven van twee, voor 2024 van die workshop-competitie? Hoe zit het met de selectie van geel? Wel, ik ik ga niet, niet gans die workshop-competitie van A tot Z laten zien. Dat zal voor een volgende webinar zijn, waarschijnlijk in het voorjaar van 2025. Maar ik wil u wel de tien aandelen laten zien uit uw geboortestad uh, Geel. En dan zullen we eens kijken welke aandelen dat zijn en hoe dat die dit jaar presteren. Uh, nu voor de mensen die nieuw zijn, wat is die workshop-competitie? Ik heb die voor de eerste keer georganiseerd in 2020. Wie zijn de deelnemers? Wel, ik presenteer workshops op acht locaties in België en in Nederland. En ook online. Online, we hebben daarmee begonnen, zoals iedereen tijdens corona. Maar ook nu blijven we dat doen. Mensen die geëmigreerd zijn, om hen ook de kans te geven om workshops te volgen. Mensen die gaan overwinteren. Mensen die uh, in shift werken, mensen met een handicap, mensen die s'avonds niet graag op de baan komen. Om hen de kans te geven om de workshops te volgen, is er ook de online workshop. We hebben dus eigenlijk acht locaties plus één online. Nu, het is niet omdat je naar een workshop bijwoont in Gent of in Brugge, dat je moet deelnemen. Die deelname is vrijblijvend. Wat is die wedstrijd nu? Wel, ik vraag maar één iets. Begin januari vraag ik altijd, welk aandeel gaat volgens u komend jaar uitstekend presteren? Puur, buy en hold. Het is drie inzendingen per persoon en de wedstrijd loopt telkens van 1 januari tot 31 december. Buy and hold, enkel Amerikaanse aandelen. De relative safety moet hoger zijn dan 1. Dat is eigenlijk de enigste voorwaarde. Wat doe ik dan? We doen een wedstrijd. Alle locaties, tegen elkaar en tegen de S&P 500. Dus stel dat ik voor Gent 40 aandelen krijg. Ik weet dat, ik gebruik Vectovis sinds 2013, ik weet dat de Relative Safety een ijzersterke locatie is. Dus het enige wat ik doe, is al die inzendingen die ik ontvang, ik ga die sorteren op Relative Safety. En dan neem ik de top 10, de 10 aandelen met de hoogste Relative Safety, en die ga ik laten lopen van 1 januari tot 31 december. Dus alle bedrijven die worden geselecte geselecteerd, die niet in de top 10 staan van hoogste relative safety, die vallen automatisch af. En op het einde van het jaar is het natuurlijk welke locatie behaalt het beste uh, resultaat. We gaan eens kijken. Ik doe begin januari die oproep. Iedereen mag dan zijn top 3 insturen. En begin februari geef ik in een webinar die iedereen ook kan herbekijken. Het is allemaal terug te vinden op YouTube. Mijn journaal van. Oh, ergens rond 8 of 10 februari. Uh, kan u alle inzendingen van alle locaties bekijken? Nu, u vroeg. Uh, u vroeg uh, geel. Dus wat doe ik? Ik ga geel selecteren. Het gaat over 2024. Dus ik neem de slotkoers van de laatste handelsdag. In 2023. Ik zie 26 verschillende aandelen. Ik ga ze sorteren op Relative Safety en ik neem top 10. Dus dat wil zeggen alle anderen die doen niet mee. De top 10 van de top 26 gesorteerd op Relative Safety. En dan laten we die lopen van toen tot nu en dan gaan we eens kijken naar het, het rendement. Hè? Die top 10 aandelen zijn sinds 1 januari 2024 tot vandaag 14 oktober 2024 die top 10 aandelen zijn gestegen met gemiddeld 50%. De S&P staat op gemiddeld plus 22%. Natuurlijk, ze zijn niet allemaal met 50% gestegen. Dat is ook waar. He, er zijn er een aantal die minder sterk zijn gestegen dan de S&P. De grote winnaar... De selectie van geel is Nvidia plus 180%, maar ook Arista plus 76%. Een gigantisch pak beter dan de SP. Wat te denken van Meta, plus 67%. Wat te denken van Broadcom, plus 62%. De top 10 samen, het gemiddelde plus 50%, SP plus 22%. Nu, geel doet het dus een heel pak beter dan de S&P. Maar ik heb ze eens allemaal laten lopen dit weekend. En ik moet u dus zeggen, geel staat op dit moment, van alle negen locaties, staat geel op de vierde plaats. Dat betekent dat er nog drie locaties zijn die het beter doen dan geel. En er zijn ook locaties die het zwakker doen dan geel. Dus, we zijn... 14 oktober, 31 december wordt de wedstrijd afgesloten. En dan uh, begin volgend jaar krijgt u allemaal de resultaten te zien van deze workshop-cognitie 2024. Ik schrijf er ook altijd een blogartikel, kom een webinar van, et cetera, et cetera. Nu, dat is heel leuk. Uh, in de zin van, er is altijd... Redelijk wat concurrentie tussen de locaties onderling. Ik merk dat als ik dan in Brugge ben, die willen vooral van Gent winnen. Uh, tussen die twee is er toch wel de, de meeste concurrentie. Goed. Ja, het volgt ook de um, betrokkenheid van abonnees. En je ziet dat, en vooral in Gent, Brugge. Uh, Gent is er een toog van vier meter breed. Zelfbediening, dus ik moet daar geen tekening bij maken. Mensen drinken nog een glas, blijven praatje doen, ervaringen worden uitgewisseld. Dus altijd, altijd heel leuk. Nu was er een tweede deel van uw vraag. En die luidt. Zelf heb ik een combinatie van ETF's en enkele individuele aandelen in portefeuille, veronderstel ik. Ik hoor jou praten over aandelen, maar wat met ETF's? Wel, eerlijk is eerlijk, ik beleg um, niet in ETF's omdat voor mij is de uitdaging, ieder jaar opnieuw is de uitdaging: beter doen dan de SP 500. Um, maar stel dat u fan bent van ETFs, wat kan u allemaal terugvinden in Vectovest? Wel, we hebben een ETF-viewer. In USA zijn dat 2069 ETFs. Voor Europa zitten we met 513 ETFs. Stel dat er een ETF zit, enfin, dat u een ETF kent die niet in de database zit, geen probleem, u meldt dat gewoon aan ons en de ETF zal worden toegevoegd. Maar we hebben 513 ETF's. Die ETF's die kan u ook terugvinden bij de watchlisten. Watchlist ETF's, dan zal u zien dat de ETF's worden onderverdeeld in long ETF's, contra ETF's en dan zonder hefboom of met hefboom. Non-leveraged, zonder hefboom, leveraged met hefboom. Als we dat in Amerika bekijken, dan worden die ETF's echt nog serieus verder onderverdeeld. Hefboom maal 2, maal 3. Van onze vriendin Katie, crowd uh, ETF's. Er zit echt gigantisch veel onderscheid in. Nu, ETF's die worden gesorteerd. Puur. Oh, ik eens even kijken hier naar de ETF-viewer. Dat is puur op relative timing, korte termijn momentum, en op Comfort Index. Comfort Index is het, ja, de trend eigenlijk. Dus uh, niet fundamenteel. Dat is eigenlijk puur uh, techniek dat de ETF's worden uh, beoordeeld. Dus ik hoop hiermee, Erik, uw vraag te hebben uh, beantwoord. Dan een volgende vraag. De volgende vraag komt van uh, Jan. En Jan schreef: Ik zie op jullie website dat je workshops presenteert in België. Zijn deze workshops toegankelijk voor iedereen? Zijn er aparte workshops voor beginners en gevorderde en nieuwkomers? Wat houdt zo'n workshop in? Wel, workshops die zijn allereerst toegankelijk voor zowel abonnees als niet-abonnees. Er zijn dus geen, ook geen aparte workshops voor beginners. Uh, en gevorderde. Hoe ziet de workshop eruit? Mm, deel 1, dat is dus het gedeelte voor de pauze, dat is eigenlijk de basis. Dat is ideaal voor nieuwkomers of voor mensen die nog niet zo lang uh, abonnee zijn. Toch blijven ook bestaande abonnees nog altijd naar deel 1 komen, immers er worden in deel 1 iedere keer opnieuw andere aandelen besproken. Deel 2, dat is het gedeelte na de pauze, in principe is dat gericht op gevorderden, zodanig dat mensen die al jaren komen, dat zij ook bij iedere workshop toch zaken bijleden. Uh, nu, deel 2 kan ook heel interessant zijn voor nieuwkomers, omdat ze één dat ze zo gaan zien wat zijn de mogelijkheden die VectorVest te bieden heeft, en twee ook in deel 2 worden altijd aandelen uh, besproken. Nu. Als u een workshop wenst bij te wonen, dit zijn de locaties van West naar Oost, Brugge, Kortrijk-Gent, Ramsdonk-Mechelen, geel Lumme en als we hier de grens oversteken, ook nog in Eindhoven. Ik zeg altijd, woon eens een workshop bij en vooral spreek met de aanwezige abonnees. Vraag naar hun ervaring met Vector Zij zijn vaak mijn beste reclame. Zij zullen u eerlijk zeggen wat zij heel goed vinden, en ze dus zullen nu ook zeggen wat zij minder uh, zouden vinden aan uh, Vectorfest. Wat ga ik doen? Stel dat je uh, interesse hebt om uh, de workshops in oktober bij te wonen. In oktober ga ik in deel 2 een eigen gemaakte strategie voorstellen, dus een nieuwe strategie. En ik doe eigenlijk altijd dezelfde oefening. Op 1 januari laat ik de strategie lopen, en dan kopen we de top 10. En dan gaan we buy and hold doen tot wanneer? Wel tot 31 december. En dan gaan we het rendement bekijken van de strategie van de top 10. En dat vergelijken we met de SP 500. Het zal u niet verbazen dat al mijn strategieën dat die, ja, gebaseerd zijn op Relative Safety. Dus ik ga deze strategie ook, die ik in oktober ga voorstellen, alle aandelen worden gesorteerd op Relative Safety. Maar ik ga dat combineren met een andere fundamentele indicator. En wat blijkt? De afgelopen 14 jaar is mijn top 10 jaar in jaar uit puur buy-and-hold gemiddeld 6,2% beter gepresteerd dan de SP 500 per jaar. Dus de afgelopen 14 jaar gemiddeld 6,2% beter dan de SP per jaar. U krijgt achteraf allemaal de slides mee. Iedereen met een proef of een vast abonnement kan dat dan zelf nagaan en kan zelf die strategie gaan uh, nabouwen. Ik krijg, maak ook altijd video's zodanig dat u dus zelf die strategie eigenlijk makkelijk kan nabouwen. Wat gaan we ook doen in de, in de workshop van oktober? Dus ik ga u die strategie voorstellen. We kijken naar de rendementen, maar ik ga ook met u uitgebreid tien aandelen spreken uit deze strategie. En dan, dit is de strategie die ik dus in oktober ga voorstellen. Dit is de S&P en ik heb ook de bel ernaast gezet. Dus bijvoorbeeld 2010 van 1 januari tot 31 december, de bel ter plaatse blijven trappelen, de S&P plus 11, mijn strategie plus 28. En wat zien we de laatste 14 jaar? Heeft mijn strategie 10 van de 14 jaar het beter gedaan dan de S&P? Niet altijd. 2022 slecht beursjaar. Mijn strategie deed het nog slechter. Maar als ik alle rendementen optel en ik deel door 14 jaar, wel dan kom ik hier aan 17,6 en de S&P 11,4. Dus ik zit buy and hold 6,2 beter dan de S&P 500. Je vraagt zich misschien af wat gaat er gebeuren in de workshops van 2024, uh, november 2024. Wel, ik ga een cannibal. We gaan het hebben over cannibalen. Cannibale aandelen natuurlijk, dat zijn bedrijven die zich en masse kopen. bedrijven die goede fundamentals hebben. Ik ga je laten zien hoe dat je dat soort bedrijven kunt terugvinden in uh, VectorVest. En we gaan dan ook een aantal bedrijven. Kannibaal aandelen voorstellen en bespreken. Er zal nog een extra onderwerp bijkomen, daar ben ik nog niet uit. Maar dus uh, het gaat die maand zeker over kannibaal aandelen met goede fundamentals, hoe je die kan terugvinden in Vectivest. En we gaan zeker een aantal aandelen bespreken. Workshops op acht locaties. Uh, ja, toegang gratis, parking gratis, drank, niet onbelangrijk, sommige. Soms, ook gratis. Het enige dat ik vraag is registratie, die is verplicht. Ik heb gezien, Brugge is al niet bijna vol zit, maar toch al vrij veel inschrijvingen. Dus zeker uh, registreren. Vectorfest.be slash events. En nog een laatste mail, een laatste mail uh, van JP, van Jean-Pierre. Ook een niet-abonnee. En Jean-Pierre schreef, jullie volgen enorm veel aandelen. Geven jullie een voorbeeldportefeuille met regelmatige aankooptips, maar vooral verkooptips? Vriendelijke groeten, Jean-Pierre. Eerst en vooral, Jean-Pierre, wij hebben geen voorbeeldportefeuille. Nu, ik, heb, ik kan u heel veel inspiratie geven om aandelen te gaan selecteren. Bijvoorbeeld aankooptips. U zou kunnen gaan overwegen. Om het volgende toe te passen, maar eigenlijk is alles afhankelijk, Jean-Pierre, van uw beleggersprofiel. En dat weet ik natuurlijk niet hoe dat is. Stel dat u een lange termijn belegger bent die vooral wilt gaan voor kwaliteit, dan zou u kunnen overwegen om aandelen te selecteren die al jaren uitstekend scoren op relative safety. Stel dat u een echt een high momentum belegger bent. U bent echt, dan bent u bijna een speculatieve of een agressieve belegger. Ja, ga dan kijken naar Relative Timing. U kan de hele database gaan sorteren op Relative Timing. Dit is echt voor korte termijn trades. Stel dat u een trendbelegger bent, dan zou u kunnen kijken naar de Comfort Index. En hoe gaat het dan concreet in zijn werk? Wel, u gaat in VectorVest naar de Stock Viewer. Hier zitten dus 9.330 aandelen in. U kan die gaan selecteren op... Ik heb nu maar de top 1 gezet, maar je kan natuurlijk top 10, 50, etc. doen. U kan gaan sorteren op Comfort Index. En trendbeleggers raad ik aan, ga naar die Comfort Index. Ik doe Graph All. En wat zien we dan? FTAI Aviation op twee jaar van 15 naar 147 dollar. Dus als u trendbelegger bent. Altijd als de comfort-index uitbreekt naar niveaus van 1,40, dat was hier, toen was de koers 31 dollar. Um, comfort-index is echt ideaal, het gaat natuurlijk niet altijd zo grafiek zijn, geloof mij, uh, maar comfort-index is echt wel voor trendbeleggers hogere bodems, hogere highs. Nu stel dat u een dividendbelegger bent, dan kan u schandeuzen in de watchlist dividend. Bijvoorbeeld dit. We zitten bij de viewers, watchlists en dan dividend payers. Stel bijvoorbeeld hier: alle bedrijven die minstens 10 tot maximaal 24 jaar een stijgend dividend uitkeren. En dan zou je kunnen gaan zeggen, oké, okay, dit aandeel heeft een relative safety van 1,46. Dat heeft een stijgend dividend. Al minstens 10 en maximaal 24 jaar. En het heeft een verwachte winstgroei van 31%. Een dividendaandeel. Ik moet zeggen, de yield is wel niet hoog. Maar het is wel een gestaag stijgend dividend. Met een dubbelcijferige verwachte winstgroei. Dus ook dat kan een manier zijn om aandelen te selecteren. Nu stel dat je een trader bent, dan zou je kunnen kijken naar Trading System Viewer. Wat is dat? Wel, dat zit hier. Trading System Viewer. Dit zijn een, nee, 57 strategieën, 57 waarvan een deel short zijn, een heel deel long, een deel combo. Die zijn voor de conservatieve belegger. Ja, We hebben dus vier soorten beleggers volgens Victivist. Um, het beste is de voorzichtige belegger. Ja, het beste, dat mag ik zo niet zeggen. Maar hier ga je echt voor hoge relative value, hoge relative safety. Dat zijn voorzichtige beleggers. Je hebt conservatieve beleggers, dat zijn vooral dividendbeleggers, die willen gaan voor behoud van kapitaal. Je hebt agressieve beleggers, die gaan vooral voor groeiaandelen en dan heb je de speculatieve beleggers. Dat zijn vooral die dat ja op overnamegeruchten, etc. Je kan van die 57 strategieën gaan kijken. Oké, okay, welke strategie presteert het beste het afgelopen jaar, afgelopen drie maanden, afgelopen maand, etcetera, etcetera. Dus dat zijn allemaal manieren, allemaal manieren om Aandelen te gaan overwegen. Maar het hangt dus eigenlijk af, Jean-Pierre, van uw beleggersprofiel. Maar eigenlijk keus genoeg. Ik zeg u altijd: Vectovest is een beetje zoals een kind in een snoepwinkel, dat soms, of in een speelgoedwinkel, dat weet niet waar eerst kijken. Er is vrij veel en je moet kijken wat past het best bij je beleggersprofiel. Nu, dat zijn zaken waar wij u mee helpen. Er is een webinar aan de slag met Vectovest, waarin u kan ontdekken wat is uw beleggersprofiel is. En aan de hand daarvan kan je gaan kijken, oké, okay, die search, die strategie, deze watchlist past het best bij mijn beleggingsstijl. Het tweede gedeelte van uw vraag gaat over verkooptips. Wel, ieder aandeel heeft sowieso een eigen stoploss, de vector-stoploss. En wat is die stoploss? Dat is enerzijds technische analyse. We kijken naar het 65-daags voortschrijdend gemiddelde. Maar we houden ook rekening met fundamentals. De stoploss die wordt aangepast op basis van fundamentals. Wat is hier de bedoeling van? Wel, aandelen met uitstekende fundamentals die springen veel minder snel op te verkopen dan aandelen met zwakke fundamentals. Dus aandelen met zwakke fundamentals krijgen heel snel een cel aandelen met uitstekende fundamentals gaan veel minder vlug op cel springen. Waarom is dat belangrijk? Stel dat we een normale beurscorrectie hebben. Een normale beurscorrectie, dat is 10%. Bij een normale beurscorrectie gaan nagenoeg alle aandelen naar beneden. Ook kwaliteitsaandelen, als de beurzen onderuit gaan, gaan kwaliteitsaandelen mee onderuit. Maar als de beurzen 10% dalen, dan ga je zien dat die topbedrijven, die kwaliteitsaandelen, hoge relative safety, hoge relative value, die springen vaak net niet op cel. En als we de beurzen terug aantrekken, zijn die topbedrijven gaan die als eerste dus eigenlijk terug naar boven. Ik ga een voorbeeld laten zien. Als ik onze... Autozone nog eens bijnemen. Dat is een bedrijf dat niet immuun is voor correcties. Maar wat zien we hier op twee jaar? Dat aandeel springt nooit op cel. Altijd buy of hold. Wat zien wij hier? Koeks krijgt een serieuze klap. Wat zien wij hier? Koeks krijgt een serieuze klap. En toch springt dat aandeel net niet op cel. Als dat een bedrijf met zwakke fundamentals had geweest, had dit aandeel wel op cel gesprongen. Waarom doen we dat? Omdat we dus willen dat die topbedrijven dat die langer in uw portefeuille blijven. Dat is één gevaar, Dat moeten we wel weten, als de beurzen echt crashen, ja, dan gaat het uiteindelijk, zullen ze toch wel op cel springen. Okay. Maar de zwakke fundamentals, dat soort bedrijven, gaan heel snel op cel springen, de toppers veel trager. En zo kunnen we dus eigenlijk bij veel topbedrijven. Die op tien jaar echt zelden op cel springen. En dat is eigenlijk zalig dan als belegger in dat soort bedrijven, dat je nooit met die twijfel geconfronteerd wordt van moet ik nu gaan kopen of uh, verkopen. Nu, wat ik vind dat je moet doen als een aandeel op cel springt, is niet blind gaan verkopen. Dat doe ik zelf toch niet. Ik stel mijn eigen altijd de vraag, wat is mijn cashpositie? Stel dat ik 100% in aandelen zit en een bedrijf uit mijn portefeuille springt op cel. Dat bedrijf, haar resultaten waren niet zo goed. De beurzen doen het heel goed en mijn bedrijf doet het niet goed. Het springt op cel. Ik heb geen cash, dan zal ik dat aandeel verkopen. Zo bouw ik automatisch cash op. Maar stel dat we in een correctie zitten. De markten zijn compleet oversold. En mijn topbedrijf springt op cel maar ik heb 50% cash. Dan zou je kunnen overwegen, goh, de markten zijn zo oversold, ik ga niet riskeren van hier op een bodem misschien te verkopen, ik hou mijn topbedrijf bij, want ik zit toch met een serieuze cashpositie. Dus ik vind dat je altijd moet rekening houden, wat is je cashpositie? Je moet ook de vraag stellen, als een aandeel op cel springt, zijn de beurzen op die moment aan het pieken, of zitten we in een correctie? De allermooiste bedrijven, en op het einde gaan we nog vijf bedrijven zien. En die vijf bedrijven die gaan bijna dan nooit op cel springen. Uh, enkel als er gigantisch veel machtturbulentie is, zoals met corona bijvoorbeeld, dan paniek in de markt. Dan gaan die op cel springen. Want de topbedrijven die mogen eigenlijk enkel op cel springen als de beurzen zwaar onderuit gaan. Als de beurzen pieken zoals nu, dan wil ik dat mijn aandelen ook goed presteren. Dus, als een bedrijf op cel springt, terwijl de beurzen aan het pieken zijn, dan is er echt iets mis met dat bedrijf. Als een bedrijf op cel springt, omdat de markten 15% onderuit zijn gegaan, ja, dan weet je, er is waarschijnlijk niks met dat bedrijf, het is puur marktsentiment. Wat is uw beleggingshorizon? Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar beleg niet met geld dat je op korte termijn nodig hebt. Dan ook, dit is voor mij ook een hele belangrijke: is de kwaliteitsaandeel dat op cel springt? Of is het een speculatief aandeel? Of een bedrijf met zwakke fundamentals dat op cel springt? Dit soort bedrijven raden we echt aan van ja, liquideren, maar tegen kwaliteitsaandelen. Vaak zien we als de beurzen terugstijgen dat die, beur, dat die kwaliteitsaandelen als eerste terug naar boven gaan. Wat ook belangrijk is: springt een aandeel op cel omdat het bijvoorbeeld het bedrijf. Bijzonder zwakke resultaten heeft gerapporteerd. Als dat het geval is, zou u kunnen overwegen om het aandeel te liquideren. Maar als het iets omdat het puur qua sentiment is en het is een, een opbedrijf met al tien jaar hoge relatieve safety, dan zou u het kunnen overwegen te behouden. En dan dit verdraagt u veel volatiliteit. Ik maak altijd het flauwe grapje. De eerste zware correctie, of de eerste Berenmarkt, dat is een beetje zoals uw eerste lief. Vergeet het nooit niet meer. In de zin van een eerste zwaar correctie dat de beurzen zo naar beneden donderen. Ja, als je daar echt s'nachts badend in het zweet van wakker wordt, dan kun je misschien beter een stop los gebruiken. Maar als bijvoorbeeld de Nasdaq op twee jaar 100% is gestegen en we krijgen dan een correctie van 10%, dan weet u eigenlijk is dat de logica zelf, dat na zo'n verschroeiende rally van de Nasdaq. Dat we bijvoorbeeld een correctie krijgen van 10%. Dus afhankelijk van de volatiliteit, hoe dat je dat kunt verdragen, als je niet goed tegen die volatiliteit kunt, ja, gebruik dan een stoploss en dan zal u ongetwijfeld uh, beter slapen. Voilà. En tot zover de tricktocht door Vectorvest en de QA. Um, wat drijft de markt volgens Vectorvest en wat is de huidige situatie? Wel, drie zaken zijn verantwoordelijk voordat we ofwel in een bearmarkt zitten ofwel in een stierenmarkt. Die drie zaken zijn earnings, inflatie en rentevoeten. En we gaan beginnen met de earnings. Ik ga daarvoor in de software. En ik heb al gezegd: de watchlist zitten allerlei watchlisten. Hier, dus over dividenden, cherrypicking, dat zijn allemaal high momentum stocks. Er uh, zitten special watchlists, bijvoorbeeld alle aandelen uit Brazilië of uit China, uh, die ook een ADR-notering hebben in Amerika. Mm. Maar we hebben ook de SP-watchlists. Dit is de SP 500. Ik kan hier al die aandelen laten zien. Klik gewoon op all. En onderaan heb je watchlist average. Als je rechtermuisklik doet, dan kom je op View Watchlist Average Graph. Dit ga ik uitvinken. En wat ga ik erbij zetten? Dat is de EPS. Wat is onze EPS? Wel, de EPS is dus de Leading 12-Month EPS. De earnings die Vectorvest verwacht voor een bedrijf binnen 12 maanden. In dit geval is dit dus de EPS, de leading 12 month EPS, van alle 500 bedrijven uit de SP 500. Wat zien we? Die is tot op vandaag nog steeds stijgende. Als ik nu naar Graph en hier Market Climate ga. Hier ziet u alles waarin dat we rekening mee houden omdat we dus al dan niet in een bull-of-bear-market-scenario zitten. Met andere woorden, alles met betrekking tot earnings, maar ook alles met betrekking tot inflatie, CPI en CRB, en ook alles in verband met rentevoeten. Maar hoe eerst die earnings dus? En wat doen we daar? Van de earnings... Van de bedrijven uit de S&P 500, daar neemt Vectorvest een 50 SMA, en die ziet u hier. Op dit ogenblik zijn de earnings nog steeds stijgende. Dan gaan we kijken naar inflatie. Wat zien we hier? Wel, de CPI, dat is de Consumer Price Index steeg in september met 0.2% op maandbasis en steeg met 2.4% jaarbasis. Exclusief voeding en energie steeg de CPI, de kern-CPI met 0.3% op maandbasis en met 3.3% dus op uh, jaarbasis. Hier ziet u een kleine grafiek. En voor inflatie kijkt Vectovest naar het gemiddelde van de CPI, de Consumer Price Index, en de CRB, de Comedy Research Bureau Index. We nemen het gemiddelde en we zetten dat op een schaal van 0 tot 2. Inflatie is aan het stijgen, hetgeen niet positief is voor de markten. We zitten dus op een schaal van 0 tot 2 aan een niveau van 0,98. En tot slot de rentevoeten welke rentevoeten volgen wij bij Vectorvest? We hebben de treasuries op drie maand, dus de 13 weeks. We zien sinds eind juli dat die eindelijk mag ik bijna zeggen aan het dalen is. Maar we hebben ook de Tnx, Tnx dat is de treasury op tien jaar. En ondanks een heropleving hier, de laatste. Uh, periode de laatste drie à vier weken zien we ten opzichte van zes maanden geleden hier ten opzichte van april zien we nog altijd een daling onze grafiek met de rentevoeten die kijkt eigenlijk naar het gemiddelde van de treasuries op 90 dagen, op drie maanden de ten-year treasuries en de triple-A corporate bonds dus de triple E bedrijfsobligaties. Ook hier kijken we op een schaal van 0 tot 2. Wat zien we? Rentevoeten zijn aan dalen. Boven de 1 is positief. Voor SpectreVest zijn er 8 scenario's. Als we kijken als we die gaan mengen. Earnings, inflatie en rentevoeten, zijn er 8 scenario's. En we zitten op dit ogenblik in scenario 1. Met stijgende earnings, stijgende inflatie en dalende rentevoeten. En ondanks de vele doenberichten zitten we volgens Fektevest al een hele tijd, al jaren, in een stierenmartscenario. En dat klopt ook vandaag nog steeds, vermits we nog steeds nieuwe all-time highs neerzetten voor de SP 500. Wat u wel moet zien en in toog houden, hoe belangrijk het is dat die earnings. Blijven stijgen. De vier bull market scenario's is telkens met stijgende earnings. Als de earnings zou beginnen dalen, dan komen we echt in bear market scenario's. Bij Vist hebben we een dagelijkse nieuwsbrief. Die kan u terugvinden in de tab Viewed. En op vrijdag, dat is dan mee dat hij in een ander kleurtje is. Vrijdag is er een uitgebreide nieuwsbrief en ieder weekend is er een update van deze earningsinflatie en rentevoeten. En dan gaan we naar het uh, voorlaatste uh, agendapunt voor vandaag. Daar zitten er misschien velen op te wachten. Dat is de voorstelling van een hoog relative safety aandeel. U ziet het hier het bord: winners versus losers. U weet het, ik ben een believer van winners keep winning. En Losers keep losing. Ga ja, voor kwaliteitsaandelen die zich al bewezen hebben. Die blijven vaak in de toekomst ook winnaars. Ik stel u vandaag dan ook een aandeel voor dat al 18 jaar zeer goed tot uitstekend presteert op onze fundamentele indicator de relative safety. En dat bedrijf dat heet Arch Capital. Arch Capital biedt samen met haar dochterondernemingen wereldwijd verzekeringen. Herverzekeringen en hypotheekverzekeringsproducten aan. Het verzekeringssegment van het bedrijf biedt alles met betrekking tot ongevallenverzekeringen, allerlei soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor zowel particulieren als beroepshalve. Dit segment biedt ook eigendoms- en reisverzekeringen, borgstellingen, en eigenlijk is de lijst veel te lang om hier op te sommen. Het herverzekeringssegment biedt ongevallen herverzekeringen. Voor aansprakelijkheidsrisico's van derde. maritiem en luchtvaart, cyber handelskrediet, landbouw. Herverzekeringsbeschermingen voor katastrofale verliezen en persoonlijke lijnen. Tot slot het hypotheeksegment van het bedrijf Arch Capital, biedt directe hypotheekverzekeringen en hypotheekherverzekeringen. Het bedrijf werd opgericht in 1995 en niet onbelangrijk. Arch Capital is gevestigd in Pembroke op de Bermuda-eilanden. De huidige marktcapitalisatie bedraagt 43 miljard dollar en Arch Capital liet afgelopen 12 maanden een omzet optekenen van 15 miljard dollar. Nieuws heet van de Aald. Ik had hier mijn slides afgelopen weekend dus voorbereid. De CEO heet Mark Grandison. Maar het nieuws heet van de Aald, het is een paar uur oud. Dat is dat de CEO vandaag heeft aangekondigd dat hij met pensioen gaat. Dit wordt niet goed onthaald op de beurs. Het aandeel, dat vlak voor de webinar nog eens gekeken, daalt uh, vandaag met 3%. Arch Capital heeft de afgelopen 18 jaar bijzonder veel aandeelhouderswaarde gecreëerd. Hier ziet u de evolutie van de boekwaarde sinds 2001. De boekwaarde is doorheen de jaren zeer mooi gestegen. Wat heet? Het is een understatement. Wat denkt u van een compound NO growth rate van liefst 15,3% tussen 2001 en 2023? Hetgeen toch bijzonder indrukwekkend is. Hier ziet u de verdeling van de drie segmenten. We kijken hier naar de total net premiums per segment. En dan zien we dat insurance goed is voor 43% van de netpremiums. 49% gaat naar de herverzekeringsproducten, reinsurance. En tot slot zijn de hypotheekverzekeringen, hypotheekverzekeringen goed voor 8% van de netpremies. Het zijn allemaal cijfers die u kan terugvinden uit het jaarverslag 2023. U ziet dat Arch Capital wereldwijd actief is, zowaar ook in uh, België. En het bedrijf telt wereldwijd meer dan 6400 werknemers. Grafiek op 18 jaar. Toen 7 dollar. Vandaag 113 dollar. Nu, 7 dollar dat lijkt weinig, maar de koeks was eigenlijk toen veel groter. Alleen heeft het aandeel... Zowel in 2011 als in 2018 twee keer een 3.1 split ondergaan. Dus de werkelijke koers in 2006 was natuurlijk veel hoger dan 7 dollar, maar door die 3 voor 1 splits wordt de koers natuurlijk aangepast. En um, ja, is dit de evolutie op onze grafiek? Dit is een stijging. Compound annual growth rate van 16,7%, hetgeen dus schitterend is. Blijft de vraag, kon u <coughs> Arch Capital in een vroeg stadium ontdekken? Wel, we gaan eens kijken. En dat is hetgeen dat ik altijd tegen mijn abonnees zeg. Kijk altijd naar de relative safety voor de afgelopen jaren. Meestal kijk ik terug op vijf jaar, maar ik ga natuurlijk altijd verder in de tijd... En dit is ja, bijna ongelooflijk. Sinds 2006 toen had het bedrijf een relative safety van 1,43. Al die jaren blijft hij, dit is de grens van 1,20. 1,20 is zeer goed. Al die jaren blijft hij erboven, op die diep na in 2018. Weet u nog, toen Amazon de markt kwam betreden, ook met het kopen van. Oh, excuseer. Ik ben even de kluts kwijt. Um, dit heeft natuurlijk te meer met auto's te maken. Dit was 2018, was een zwak jaar voor de verzekeraars. En natuurlijk, hier met corona, heel veel onzekerheid. Toen is ook de relative safety uh, tijdelijk gedaald naar niveaus zelfs van 1,03. Maar op deze twee jaren na, ja, uiteindelijk is dit een goed jaar, dit is ook een goed jaar, grafiek op 18 jaar. Dat wil zeggen 16 van de 18 jaar. Was de relatieve safety boven de 1,20? Hetgeen, ja, hetgeen dat je echt heel zelden ziet. De uitdaging voor ons beleggers moet zijn: beter doen dan de SP 500. En ik bedoel daar altijd mee: zo mooi mogelijk rendement door zo weinig mogelijk transacties. Met andere woorden, indien mogelijk buy and hold. Wel, Arch Capital voldoet. Ja, meer dan uh, daaraan. Hè. Op twee jaar, SP plus 62%, Arch Capital plus 145%. Op vijf jaar, u ziet het, 80% beter dan de SP. Op tien jaar, afgerond, wel meer dan 150% beter dan de SP. En op vijftien jaar ga ik het uitspreken. Arch Capital plus 442% voor de SP. En Arch Capital plus 1392%. Dus gigantische outperformance ten opzichte van de SP. Korte termijn, maar dus ook op lange termijn. Dit is een grafiek op 10 jaar. En u ziet het: hè, als een bedrijf, als we de coronacrash krijgen, dan crasht. Topbedrijven crashen mee. En dan is het misschien een moment. Om op de loer te liggen en ervoor te zorgen dat je altijd maar cashpositie hebt. Als die topbedrijven in solde gaan, kan het heel interessant worden. Eind 2018, 20% daling van de SP. Arch Capital krijgt klappen. Ook hier krijgt klappen. Alleen in die Berenmacht van 2022 heeft Arch Capital eigenlijk heel goed stand gehouden. De value, de intrinsieke waarde die VectorVest op een aandeel kleeft, is compleet uitgebroken. Hier begin 2023. Klein tipfoutje, moet 23 zijn. Begin 2023 is de value helemaal uitgebroken. Dus ondanks die gigantische stijging in de afgelopen 18 jaar, is het aandeel vandaag volgens VectorVest ondergewaardeerd. De relative value, vandaag op een schaal van 0 tot 2... 1.58. Verwachte winstgroei 23%. relative safety vandaag 1.49. Dus we zien de relative safety zit op zijn hoogste niveau in 10 jaar. Kijken we naar de evolutie van de omzet. Op 10 jaar, 10 jaar geleden hadden we 3.7 miljard omzet, vandaag Zitten we aan 15 miljard omzet. De omzet is in totaal met net geen 300% gestegen. Als we dat herberekenen, krijgen we een compound annual growth rate van 14,8%. En u ziet de laatste twee jaren dat de omzet helemaal door het tak is gegaan. Wat is er typisch voor. hoge relative safety bedrijven? Wel dat ze dus een sterke omzetgroei hebben. Maar ook de marktkapitalisatie. Ik heb alle aandelen uit deze insurance sector en deze industrie gesorteerd op marktkap. Arch Capital zit met een marktkapitalisatie van 42 miljard dollar. En wat is nu de reden dat die bedrijven keer op keer zijn blijven stijgen en dat het zo'n hoge relative safety heeft? Dat is omdat het bedrijf, ondanks de hoge spannen verwachtingen, keer op keer boven de lat van analisten gaat. We kregen op 30 juli earnings 2,57 dollar. Dat was liefst 36 cent beter dan verwacht. Gaan we kijken naar de earnings op 6 jaar. En we gaan kijken naar het derde kwartaal van 2018. Tot nu. Wat zien we dan? Dan zien we dat de blauwe Bollen, dat zijn de earnings. En de zwarte, dat zijn de estimates, dus de, uh, ja, de schattingen van de analisten. Hier ziet u dat, op deze na, Arch Capital erin geslaagd is om nooit onder de lat te gaan in zes jaar bij het rapporteren van kwartaalresultaten. Op hierna, en dit was, u raadt het al. Corona. Dat is typerend voor hoge RS-bedrijven. De verwachtingen liggen vaak heel hoog en toch slagen deze bedrijven bijna keer op keer om beter te doen dan verwacht. 9 op 10 keer gemiddeld, vaak hoger. 9 op 10 keer presteren hoge RS-bedrijven beter dan wat analisten verwachten. En onthoud, als ze één keer onder de lat gaan, dat kan gebeuren. Maar als het twee keer gebeurt dan ga je echt vaak zien dat de relative safety automatisch begint te dalen. Misschien een minpunt voor sommigen, maar als u echt naar een minpunt wilt zoeken, dan krijgt u er een. Arch Capital keert geen dividend uit. Anderzijds, de pairs, sectorgenoten, keren ook geen of een minimaal dividend uit. Hier ziet u de dividend yield van Progress, Progressive Company en anderen. En u ziet het, ja, ook hier vrij beperkte dividend. Dividend yields. Nu, Arch Capital heeft zeker de ruimte om te starten met een dividend, maar op dit ogenblik doen ze dit uh, nog niet. Qua zoning, tien jaar, ondanks de fenomenale stijging, u ziet het, hè, is die qua zoning niet hoog. Zeker niet in vergelijking met het verleden. Dat betekent gewoon dat de earnings heel vrolijk mee sterk stijgen, net als de beurskoers. Shareholder return, dit zegt ook alles. Uh, 100 dollar in de... In arch capital. 100 dollar is geëvalueerd tot 2.596 dollar. Daartegenover, als u 100 dollar in een S&P had gestoken, had u vandaag 719 dollar. Als u 100 dollar in de S&P in Financial Index... Had gestoken, sectorgenoten zeg maar, had u maar 284 dollar. Dus Arts Capital heeft voor enorm veel aandeelhouders waarde gecreëerd. En wat vindt u hiervan? De evolutie van de netto-winst. December 2018 hadden we een netto-winst van 758 miljoen dollar. December 2023 zaten we op 4,4 miljard dollar. Dat betekent dat de netto-winst in vijf jaar met 486 procent is gestegen, ofte een compound annual growth rate van ruim 42 procent. Om af te sluiten, arch capital in een notendop, earnings miss één keer in uh, zes jaar, dat is ook weer een typfoutje, um, ik heb dringend wat meer slaap nodig, maar het is uh, een paar hectische weken geweest, maar dus één keer op 24, uh, de uiteindelijk 23 keer op 24, het is even goed doen of beter dan verwacht. Dat is schitterend. Netto winst uh, december vorig jaar 4,4 miljard. Een weer mooie return on equity van 32 procent. En u ziet, de debt to equity is zeer, zeer sterk. Slechts 0,14. En het heeft 1 miljard aan cash liquiditeiten. En tot zover de voorstelling van het aandeel Art Capital. Ik kan misschien nog iets zeggen, heel kort. Mijn abonnees weten dat ik uh, twee favoriete strategieën heb, en ik denk dat veel van mijn abonnees Arch Capital in portefeuille hebben. Waarom is dat? Kijk hoe. Ik heb twee favoriete strategieën. BLR Tom. Als ik die vandaag laat lopen, welk aandeel komt als bovenaan te staan? Arch Capital. Als ik BNP laat lopen vandaag. U voelt hem al komen. Welk aandeel staat bovenaan? Arch Capital. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat vrij veel van mijn abonnees het aandeel Arch Capital uh, in portefeuille hebben. Goed. Dan het laatste punt. Maak kennis met vijf kwaliteitsaandelen plus een exclusief aanbod uh, voor Vectorvest uh, voor VFB-leden. Uh, een normaal proefabonnement... Heeft altijd dezelfde prijs. 30 dagen voor nog geen 10 euro. 30 dagen, 9,95 euro. Vandaag mag ik u een speciaal proefabonnement aanbieden. Een maand uiteindelijk, laten we werkelijk zijn, het vliegt voorbij op niks. Dus, wat mag ik u aanbieden? Niet 30, maar 60 dagen voor 9,95 euro. Wat krijgt u in die 60 dagen? Dagelijkse fundamentele en technische analyse van 18.500 euro. Aandelen. U krijgt een Nederlandstalige snelstartcursus, 26 pagina's, leest heel vlot. Er zijn heel veel Nederlandstalige workshops op locatie, maar ook online. Talrijke Nederlandstalige webinars en u krijgt toegang tot een bonusvideo waarin ik u vijf kwaliteitsaandelen laat zien, waar ik u voorstel eigenlijk aan die vijf kwaliteitsaandelen met uitstekende fundamentals. Ik ga ze u alle vijf al eens laten zien. Dit is het grafiek van het eerste aandeel en onderaan ziet u telkens de relative safety. Het is een grafiek op 10 jaar. De relative safety, ik trek telkens een lijn op 1.20, een groene horizontale lijn. En het is natuurlijk belangrijk dat u voor kwaliteitsaandelen gaat en die kwaliteitsaandelen die hebben heel vaak een relative safety die hoger is dan 1.20. Dit aandeel is in 10 jaar met 100% gestegen. Persoonlijk vind ik dit het mooiste bedrijf wat er wereldwijd is en het is bij mij de grootste positie in mijn portefeuille. Het aandeel heeft een return on invested capital van 49%, een return on equity van 37% en een bets to equity van 0,36%. Kijk naar die relative safety op enkele maanden na. Is de relative safety nooit onder de 1,20 gegaan? Dit is de grafiek van het tweede aandeel, ook een grafiek op tien jaar. Op tien jaar is dit aandeel met 414% gestegen. Het aandeel heeft het de laatste maanden, een paar maanden heeft het aandeel het wat moeilijker, het noteert vandaag 20% onder de all-time high. Het aandeel heeft een return on invested capital. Van 48%. Een return on equity van hou u vast 87%. En een debt to equity van 0,5. Kijk naar die relative safety. Ook hier op een paar maanden na nooit onder de 1,20 gegaan. En net als bij Arch Capital heeft het bedrijf eigenlijk al sinds 2006 altijd een hoge relative safety. Dan gaan we naar het derde aandeel, en dan is een grafiek 10 jaar. En op 10 jaar is het aandeel met 638% gestegen. Wat geen schitterend is, ondanks het feit dat het aandeel al twee jaar en half geen nieuwe all-time high heeft neergezet. Desalniettemin zijn de fundamentals nog steeds intact. 8% onder de huidige koers is er een openstaande gap. Hetgeen dat je hier niet. Op deze grafiek kan zien, want we kijken hier naar een weekgrafiek, maar er is toch wel hier een openstaande gap. Het aandeel heeft een return on invested capital van 69%, een return on equity van 35% en een debt to equity van 0,4%. Kijk naar de Relative Safety, het wordt eigenlijk nog beter. Die is nooit onder de 1,24, onder de 1,25 zelfs gegaan. Iets wat je toch ook niet zo vaak ziet. En zelfs in die bedemacht van 2022. Toen kreeg het aandeel wel raken klappen. Ook toen bleef de Relative Safety eigenlijk op hoog niveau. En ik moet toegeven, dit is een technologieaandeel. Maar het zijn belangen niet allemaal technologieaandelen. Aandeel nummer 4, grafiek op 10 jaar. En van alle aandelen die je ziet, is dit het aandeel dat het sterkst is gestegen op 10 jaar plus 1160%. Vandaag een return on equity van 22% en een return on invested capital van 32%. Het bedrijf is nagenoeg schuldenvrij, het heeft een netto cashpositie. Ook hier zien we een bijzonder sterke relative safety op 10 jaar op die enkele maanden na. En tot slot de laatste op 10 jaar een stijging van iets minder dan 600%, een return on equity van net geen 27%. Kijk naar de relative safety. De laagste relative safety was hier 1.23, maar als we hier een lijn zouden trekken op 1.30, dan zien we dat op dit diepje na de overige periode 10 jaar het aandeel altijd een relative safety had van 1.30 of hoger hetgeen dus ook ja, niet zo heel vaak uh, gebeurt. Het aandeel, ik ben eens gaan terugkijken, oké, okay, sinds wanneer is die safety nu eigenlijk zo hoog? Wel, de safety is al zo hoog sinds, hou u vast, 1999. En ook dit is een aandeel uit een vrij defensieve sector. Als dit soort aandelen onderuit gaan bij correcties of bij bedemarkten, dan verdienen dit soort aandelen misschien toch wel uw, aandelen, uw aandacht. Dit zijn stuk voor stuk kwaliteitsaandelen. En eens dat u kwaliteitsaandelen in portefeuille heeft, is het eigenlijk eenvoudig. Let your profits run. Ga niet liggen tweede, maar ga voor kwaliteit en laat de tijd haar werk doen. Natuurlijk gaan we naar een crash van 50%, ze gaan mee onderuit. Maar stel dat de beurzen, niemand weet het, stel dat de beurzen nog twee jaar doorstijgen. Dan zullen deze aandelen, die kwaliteitsaandelen, vaak de index gaan outperformen. Vaak, dus natuurlijk niet altijd. En want dit aandeel is dan op 10 jaar met iets minder dan 600% gestegen, heeft nu nieuwe all-time highs neergezet. Maar u ziet hier in 22 en 23 heeft het aandeel eigenlijk zijwaarts uh, bewogen. 22 is eigenlijk schitterend geweest, hè, want. Uiteindelijk daalde de S&P in 2022 met 19,4%. Maar 2023 was alweer een goede beursjaar, heeft het aandeel ook niet veel gedaan. Maar nu heeft het toch recent nieuwe all-time highs neergezet. Goed. Um, wat mogen we nog verwachten? In, als je een proefabonnement zou nemen in die 60 dagen, je krijgt dus toegang tot die video met die vijf kwaliteitsaandelen. Maar er zijn ook twee workshops... Tussen vandaag en midden december twee workshops op al deze locaties. Toegang, Parkindrank, u weet het gratis, registreren via onze website. Ik heb ook bijzonder veel webinars om u ondersteuning te bieden in het Nederlands, want alles presenteer ik natuurlijk in onze eigen moedertaal. De workshops die ga ik ook online presenteren. U krijgt toegang en ik presenteer de, uh, later deze maand de Aan de Slag met vectorvist webinars deel 1, deel 2, deel 3. Er zijn drie QA webinars en er is ook drie keer mijn journaal. Normaal proef op een 30 dagen voor 9,95, vandaag geen 30, maar 60 dagen voor 9,95. Hoe activeren en wat gebeurt er nou? Wel, nou, na het proefabonnement, ik zeg er altijd heel duidelijk bij: het werkt zoals een domiciliering. Als u niets doet, gaat u dus automatisch over naar een maandabonnement. Stel dat je zoiets zegt van, na die 60 dagen, oh, het was leuk, maar ik heb al weinig tijd. Ik wil het stopzetten. Hoe kan u het stopzetten? Wel, als u ons contacteert tijdens het proefabonnement, en ik zeg altijd: zet een reminder in uw agenda. We zijn vandaag 14 oktober. Stel dat je proefabonnement vandaag activeert, zet dan een reminder 6 december, 8 december ongeveer. Een reminder in uw agenda van: hmm, ik moet gaan beslissen. Want als je niets laat weten, wordt het een maandabonnement. Daartegenover, als u opzegt, dan wordt er geen enkel bedrag meer gedebiteerd. Hoe kan u het opzeggen? Wat wel telefonisch. Als u schoesting heeft voor met een Amerikaan te praten, doe het gratis met dit 0800-nummer. Als u zoiets heeft van, hm, dat Engels dat is toch niks voor mij, ik stuur liever een mail in het Nederlands, kan dat? Wel, absoluut. U mailt ons in het Nederlands, beljoematvectorvest.com. U zegt dat u uw proefabonnement niet wenst te verlengen en u krijgt ten allen tijde een bevestiging en geen enkel bedrag wordt nog gedebiteerd. Activaties met kredietkaart... Dat is helaas zo, het is een Amerikaans bedrijf met geen vestiging in België, dus dat is ook de reden dat de activatie van het proefabonnement uh, met een kredietkaart is. Nu, als je na dat proefabonnement zoiets zet: van god, het is wel iets knap, maar ik twijfel nog, dan zou ik zeggen: neem een maandabonnement. Een maandabonnement kost u 59 euro. Nu. Ik denk dat minstens 95% van mijn abonnees een jaarabonnement heeft. Want dat is gewoon veel voordeliger. Waarom is dat? Maandabonnement kost 59 euro. Na 10 maanden heeft u 590 euro betaald. Leg 5 euro op en u krijgt de laatste twee maanden er eigenlijk gratis bij. Dus het proefabonnement is 10 euro na bijna gratis. Je hebt eigenlijk twee maanden toegang voor nog geen 10 euro. En nadien kunt u op een jaarabonnement eigenlijk ook nog eens twee maanden gaan besparen door een jaarabonnement te nemen en niet 12 maanden 59 euro te betalen. Want als u 12 maanden 59 euro betaalt, dan bent u na een jaar 708 euro kwijt. Dan bent u veel beter af met een jaarabonnement. En ik hoop sowieso dat u naar een workshop komt omdat ik van overtuigd ben tijdens de workshop gaat het veel meer bijleren dan dat je uh, thuis alles ja, moet gaan instuderen. De workshops storten volgende week maandag, 21 oktober, beginnen we eraan in Brugge. En dan zijn het acht workshops op tien dagen. Dus u zou uw proefabonnement direct kunnen combineren met een workshop bij te wonen. En anders zijn er de online workshops. En er is onze universiteit, waar u nu al mijn webinars uit het verleden ook uh, kan opvragen. Hoe kan u nu het proefabonnement activeren? Ga niet gewoon naar vectorvis.be. Want dan ziet u enkel het proefabonnement van 30 dagen. Nee. Klik hierop op deze link vectorvis.be slash 60 dagen. Vectorvis.be slash 60 dagen. En ik klik er even op om u iets te laten zien. En je moet dan uw mailadres invullen, het land. Klik dan hier als u marketing wenst te ontvangen, nu, je zou dat kunnen doen. Achteraf krijgt u toch sowieso de keuze welke mails je wilt ge ontvangen. Je zou kunnen opteren om enkel Nederlandstalige mails van mij te ontvangen. Over de webinars, over de workshop, en dat is Je kunt ook kiezen voor ja, algemene publiciteit te ontvangen. Maar vroeger werden, abonnees kregen abonnees heel veel mails uit USA. Maar nu heb ik er eindelijk na heel veel jaren zagen voor kunnen zorgen dat mijn abonnees bijna geen publiciteit meer uit Amerika ontvangen. En u krijgt dus eigenlijk vrij weinig mails. Dus u moet hier stappen doorgaan om het proefabonnement te activeren. Nu waarom laat ik u dit zien hiervoor? Hier staat proefabonnement 60 dagen en dat is effectief zo 60 dagen voor 9,95. Maar hier staat nog eens negen, eh, 30 dagen. Maar u heeft mijn woord, en er zijn heel veel mensen getuigen, het is wel degelijk 60 dagen. Sowieso, u heeft de slides. U kan, vanaf morgen komt er een mailing van de VFB met daarin ook de link om de slides te downloaden. En dan gaat u echt kunnen zien dat het proefabonnement 60 dagen is. Dus, als u interesse heeft, u kan het activeren: Vectorvest.be slash 60 dagen. En het allerlaatste dat ik moet zeggen, Tim. Dat u, uh, het aanbod geldig is. Oei, dat was niet de bedoeling. Dat het aanbod geldig is tot en met volgende week, dinsdag, dinsdag 22 oktober. En dat u maximaal één proefabonnement per jaar kan activeren. Voilà, dat uh, ziet er heel interessant uit, uh, Tom. Uh, als mensen een vraag hebben, mogen ze u ook op dat Belgium-mailadres mailen. Is dat daar ook voor geschikt of liever niet? Inderdaad, u kan dan naar Belgium.factorist.com mailen en dan wordt dat automatisch gevoorwaard door mijn charmante collega Gina naar mijn mailadres en dan zal ik daar zeker zo spoedig mogelijk op antwoorden. Voilà, uh, Oké, okay, beste VFB-leden, ik denk dat is uh, een keer testen. Hè, dat is zeker interessant. En uh, ja, Tom, uh, ik zou zeggen bedankt voor de interessante lezing en de tip over uh, het aandeel hè, dat, uh, dat zo'n mooie prestatie neerzet. Um, ja, ik zou zeggen uh, dat uh, hopelijk uh, veel mensen dat eens een keer proeven. Oké, okay, top. Dankjewel, Tim, ook uh, voor uh, terug te fungeren als host. Want ik vraag altijd specifiek achter u, u weet dat. Uh, altijd een heel fijne samenwerking met u. Dus hartelijk dank, Tim. Hartelijk dank ook. Ik had gezien toch wel een heel mooie opkomst vandaag. Dus dank wel iedereen om uh, toch wel massaal te kijken. En ik hoop iedereen altijd te mogen verwelkomen op een uh, workshop van Victor West. Voilà, beste mensen, is dus naar nou de net gemist. Hè, dus als je deze video nog eens her wilt bekijken, kan dat via VFB net gemist. Uh, en dan wens ik iedereen een goede avond. En nog eens, dank wel, Tom. Dag. Dank je wel. Fijne avond.